Ja, we staan hier bij de winnaressen van de koppelfinale bij de dames. Eileen de Graaf en Lorena Rietbergen. Eileen, wat was het gevoel op het podium? Ja, heerlijk. Eigenlijk, je krijgt eigenlijk zoveel kippenvel momenten omdat gewoon het hele publiek staat achter ons. En dat is zo'n geweldig gevoel. Alleen, dat kan nog wel eens een negatief effect hebben op je wedstrijd. Want ik bedoel, je gooit het dubbel en je hoort het hele publiek schreeuwen. En dat is gewoon echt een geweldig moment. En dan moet je er weer staan om je volgende pijlen te gooien. Dus, maar ja, het heeft goed uitgewerkt, ja. We hadden het natuurlijk vrijdag al over voor het thuispubliek. En wat jou er toch doorheen getrokken bij die laatste dubbel? Jawel, maar het brengt ook wel veel spanning. Omdat je eigenlijk wel die dubbel heel graag wil gooien. Dus ja, maar het heeft wel veel geholpen, ja. Ja, het thuispubliek, Eileen. Lekker, hè, om weer terug te zijn. Ja, zeker. Dit is zo geweldig. Ik bedoel van, andere toernooien heb ik echt geen kippenvel. Ik bedoel van, maar dit is gewoon echt het publiek. Gewoon Nederland tegen Wales. Ja, wat wil je nog meer? Ja, dan is iedereen over het algemeen voor Nederland. Dus ja, dat geeft gewoon echt een geweldig effect. En ik bedoel van, voor het eerst met Lorena. En dat bevalt echt uitstekend. En ze doet hartstikke goed. En ze heeft gewoon even die winnende dubbel even erin geknald. Ja, want Eileen trekt jou er eigenlijk een beetje doorheen, hè, gedurende het hele toernooi. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik was niet al te best, nee. Maar gelukkig nu wel. En daar gaan we om. Ja, dames, gefeliciteerd.